op naar de schuilplaats. Ik moet alleen die brug naar beneden krijgen. Vast spijt van, maar wat dacht je van de sneltor? Wat is daarmee? Daar gaan we! Bijna thuis! En er staat nog een gruntor in de weg. Ik heb hier spijt van. Thank you.
grootste vijand, de drugsloten van de moord. Snel raken. Yep, die moord zijn rare wezens. Die verwondingen te voorkomen. Deze sloten snel raken. Yep, die moord zijn rare wezens. Zo te zien moet je deze sloten snel raken. Yep, die moord zijn rare wezens. De drugsloten van de moord. Ja, zo! Tijd om te zien wie jij echt bent. Kon ik maar met Rick... Eindelijk thuis. Waarom durf je me niet vertrouwen? Luister, robots zijn niks voor mij. We zijn veilig. Dit is echt totaal onnodig. Sprak de waarheid. Zoals ik al zei, keer op keer. Jouw Nefarious, hij lijkt heel veel op de mijne. En ook net zo slecht. En die Lombax. Ik weet dat dat echt heel gek klinkt, maar... Je ziet in hem je dimensionale tegenhanger. Of zoiets, ja. Kijk, wat er ook aan de hand is, wij gaan het fixen. Wij... Zei jij niet, robots zijn niks voor mij? Niet allemaal, de meeste. Weet je, zoals de keizer en zijn stomme volgers, piraten. Ja, ik snap de ironie ook. Oh, mijn excuses. Ik probeerde niet te, Jij zegt sorry? Ook al keek ik net naar je brein dagboek dinges? Ah! Ah!
sterk positie om de vijandige pluizenbol te neutraliseren. Hou vol, Boutje! Ik kom eraan! Zit op zijn rug. Als ik daar kan komen en een map, komt dat hele ding naar beneden. Me gered. Dankjewel. Ja, nou, we hebben nog heel wat af te handelen. Eens kijken of Moord het schip heeft gerepareerd. Trouwens, wat dacht je ervan als ik een signaalversterker regel om je communicatiesysteem te repareren? Dat zou gelukkig zijn. Niet zo spannend als wat we in deze infobot gaan vinden, maar het scheelt niet veel. Rivet, het schip is klaar voor je. Wat zie je daar? Fantoom, Moidoi, Captain Quantum, Klatschki en ik. Oproep aan het verzet. Ik post de keizerlijke dodenlijst op ons netwerk. Kom op, we fixen die communicatie. We moeten een dimensie redden voordat de keizer ons ook vindt.
Ik vind het goed. Waar denk je aan? Kom op, zeg het maar. Ik voel me wat verantwoordelijk voor dit alles. Misschien komt het door mij dat de dimensies zo worden verscheurd dat Ratchet en ik zijn verdwaald. Oh, ja. Nou, hey, je communicatie wordt zo gefixt, dus dat is al iets. Ja. Dus, dit is Zirkis, Gastropub en Battleplex. Als we ergens in het universum dat onderdeel voor jou gaan vinden, is het hier wel. Oh, ik hoop het. De verwoestende kracht van de Dimensionator heeft een soort dimensionale ramp veroorzaakt. Als ik Ratchet niet kan vinden... Geen zorgen, Boutje. Ik ga je repareren. Beloofd. Hang jij hier vaak rond? Ja, dit is een feit. Bij Zirkis, je vernieuwde intradimensionale gastropub en Battleplex. Ik neem je jas aan en ook al je wapens. Ik raak daar maar niet aan gewend. Bedankt voor je bezoek aan Zirkis, waar we slachten met een glimlach. Zirkis staat meestal achter de bar en weet vast waar die piraat met de reserveonderdelen is. Namaste. En vrede zijn met je, Rivet. Hey, Zirky. Heb jij onze favoriete stuurman ergens gezien? We zoeken een signaalversterker. Kijk eens aan. Daar ben je weer, mijn chérie. Geef op dat ding. Heb je me achtervolgd? Weer een wanhopige roep om mijn affectie. Geef dat ding op, Pierre. Elke keer weer, zeg ik je. Mijn hart is bezet. Maar toch... Rusty. Piet? Rusty? Huh? Mon Dieu, je vriend heeft een stoute mond. Mijn naam is Pierre Lefebvre. Piraat extraordinaire. Laten we erom vechten. Zirkis is een geweldvrije zone. Ga maar naar buiten. Ik hou van liefde, niet vechten. Maar voor jou maak ik altijd graag een uitzondering. Ben je klaar om Robocon te schoppen? Ik heb wat problemen met die vraag, maar waarom niet? Waar schreef ons in voor het gevecht? Daar is een console op die grote muur met ramen. Kom mee, ik laat het je zien. Ah! Welkom, gespuis, bij Zirkon Junior's Slachtcomplex. Zijn jullie klaar om getuigen te zijn van de spanning, de pijn, het bloedbad? Vanavond, gespuis favoriete gezichten en tegen de rovende, bedriegerige piraten, veel deelnemers, mensen toch al deze gevaarlijke gevechtsarena. Ik zou zo zelf met jullie vechten. Maar eerst moeten jullie je bewijzen. Piraten komen door kloven. Toch knap dat ze altijd nieuwe manieren vinden om vals te spelen. Heel goed. Ja, door het weefsel van ruimte en tijdscheuren. Dat doen piraten altijd.
heeft het knalt! Eureka! Het is er gelukt. Cratchit, kun je me horen? Cratchit, kun je me horen? Clank, hoe gaat het? Waar ben je? Ik zag die Lombax je meenemen. Het gaat goed. Sterker nog, ik ben nu bij die Lombax. Hey, ik ben Rivet. Wat? Hoi! Wauw, dit is... Wacht, oké. Ik moet je iets vertellen. Dr. Nefarious heeft zichzelf gekroond tot keizer van deze dimensie. Hij deed wat? Nee. Ik heb mijn handen vol aan mijn eigen Nefarious. Dat is het probleem. We moeten hem en ons hier wegkrijgen, maar... Zonder de Dimensionator... Ik denk dat we een nieuwe moeten bouwen. Ik ken een profeet op Sarfali. Hij heet Gary. Hij weet wat we moeten doen. Dat is hier maar een paar sectoren vandaan. Ik kan gaan kijken. En wat kunnen wij doen?
Hebben jullie de planeet Blizzard Prime in deze dimensie? Ja? Hoezo? Daar vinden we het fasekwarts dat de dimensionator van stroom voorziet. Als ik gelijk heb, hebben we een replica van het apparaat zo gemaakt. Dan moeten we gelijk aan de slag. Blij dat het goed gaat, maatje. Ik ook, Ratchet. Pas goed op jezelf. Wauw. Een andere Lombax. We bouwen dat ding. Ik ben al even weg. Je weet hoe lang. Dus we moeten wat bijpraten. Wat heb ik zoal gedaan? Oh, wat praten met mijn smachtende fans. Genieten van mijn mooie omgeving. Toen ik ontdekte dat er twee brutale Lombaxen rondrennen. Die alles willen verpesten. Dus... ik bied een premie van 3 kwiljoen Nefarious vrijheidsbonnen voor iedereen die me die pluizige ratraaiers brengt. Levend of dood. Maar liever levend. Dan kan ik er eerst nog wat mee spelen. Volgens mijn uitgebreide spionnennetwerk zijn ze straks op Blizzard en Safari. Dus, aan de slag! En als die Lombaxen meeluisteren... weet dat ik jullie zal vermorzelen tot stof. En dan dat stof in een zon ga lanceren. En dan die zon dump in. Te gek. Nu sta ik op 2 nefarious dodenlijsten. En hij weet waar we heen gaan. Jee. Hopelijk kan Ratchet die profeet snel vinden. Ratchet heeft vast alles onder controle. Als ik wist hoe je een dimensionator bouwt, waar zou ik dan zijn? Huh? Wil je dat je vijanden bzzzt doen? Haal de bliksemafleider. Doe maar. Je weet dat je het wil. Hey, mag ik misschien iets vragen? Jij weet niet toevallig iets over het bouwen van een dimensionator, of wel? Ratchet? Ratchet! Gary! Je reputatie verraadt je. Je moet naar het interdimensionale archief gaan. Mijn leerling kan helpen, maar... Dorp wordt belaagd. Hoe weet jij dat? Ik ga wel even kijken. Ik denk dat ik nog wel weet hoe je een invasie moet stoppen. Laat maar raden, die nefarious gasten zoeken naar een Lombax? Het was niet mijn schuld dat die Lombax is ontsnapt. Een indringer! Leuk zetje. Pas op, ze schieten! Yeah.
gevonden. Het is nog leger dan de beloftes van het verzet. Tijd voor de no-go! En dan nu dat archief. Interdimensionale afwijking gevonden. Nee! Wow! Hey! Zo beschamend. Gaat het wel? Dat was me nogal een landing. Wie ben jij? Sorry, je ziet er zo bekend uit. Ik ben Ratchet. Ik ben op zoek naar... Volgens mij was het Gary's leerling. Voor de bouw van een dimensionator. Oh jee. Nou, ik kan niet veel voor je doen, aangezien mijn archief daar wegloopt. Hoe kom ik daar weer terug? Oh, jij bent zijn leerling. Misschien kunnen we samenwerken? Ik ben echt geen goede partner. Wat zeg je hiervan? Als het fout afloopt, en dat gebeurt niet, dan nemen we afscheid. Dan zeg ik niks meer. Team? Oké. Team. Voorlopig. Om bij het archief te komen, moeten we de monniken redden van Nefarious troepen. Kijk, met die zweeflaarzen daar kunnen we snel door de mesa komen. Snelheid. We hebben hulp nodig van de monniken, Gary's acolyten, om bij het archief te komen. Ze zijn in hun tempels. Eerste halte, tempels. Hey, volgens mij weet ik nog niet hoe je heet. Oh, ik ben KT7461. Aangenaam kennis te maken. Er zijn drie tempels dichtbij. De bergtempel, de oerbostempel. Oh, ze houden de monniken gevangen. Ratchet, we moeten ze redden. Zonder hen komen we niet bij het archief. We gaan ze bevrijden. Verloop! Meer troepen van de keizer. Gelukkig zijn de monniken veilig achter dat schild. Nog wel. Ik heb het doel in het vizier. Deze koppen mogen geen pistolen hebben.
Nefarious zijn uitgeschakeld. Dank je, Ratchet. Blij dat ik kon helpen en Nefarious soldaten kon neppen. Broeders, ik ben opgelucht dat jullie oké zijn. Het is echt zo fijn om je te zien, zuster KT-746E. Hebben de troepen van Nefarious de andere tempels gevonden? Weet ik niet. Maar we vertellen broeder Gary dat je ons hebt gered. Succes, zuster en Lombard. Eén tempel gedaan, twee te gaan. De monniken houden zich groot. Maar ze zijn nog niet bekend met de wreedheid van de keizer. Het komt wel goed. Wij zijn er. Dus, KT-746-1. Heb je ook een bijnaam? De monniken noemen me zuster. Dat klinkt meer als een titel. Laten we dat proberen. Wat vind je van Kato? Ik weet het. Zonnestraal. Als bijnaam? Want je bent geel? Laten we dat niet doen. Kit? We verzinnen wel wat. Mag ik je een vraag stellen? Jij als Lombax? Tuurlijk. Maar ik ben geen expert in Lombaxen. Ik ben eigenlijk de laatste in mijn dimensie. Oh, ik kom uit een andere dimensie. Ja, dat weet ik. Echt waar? Ik ben toch Gary's leerling? Ratchet, je hebt mijn leerling gevonden. Lekker bezig allebei. Jullie zijn klaar om de bergtempel te betreden. Mooi. Laten we... Nou ja, jullie zijn emotioneel klaar. Maar jullie moeten nog wel het ingewikkelde afweersysteem doorstaan. Of zoals wij het noemen, de beproeving der kunde / onheil. Oh, ik haat / onheil. Je bent er vast wel klaar voor. Succes! Dan bevrijd ik de rest. Oh nee, een Zeta-virus. Ik kan de computer niet gebruiken, want dan kan ik het ook krijgen. Mijn kleine vriend Glitch kan wel een kijkje nemen. Eens even kijken. Die
de bots deleten, dan verdwijnt de infectie en kan Ratchet de jongens bevrijden. En dat is geen probleem, want weet je wat... Ah, kan hij ook al schieten? Geen probleem. Ik kan dekking zoeken. Wacht eens. Die bot gebruikt de computer om een schip... Ik heb de stroom weggeleid van dat stomme, stomme virus. Geen schild meer. Gered, zuster Ratchet gast. Bedankt. Nog maar één tempel te gaan. Nog één tempel. Eentje nog maar. We gaan ze vinden. Beloofd. Zoals ik al zei, je moet mij geen bijnaam willen geven. Of mijn vriend willen zijn. Volgens mij ben je echt te streng voor jezelf. Dat weet je niet. Je kent me pas net. Ik weet dat Gary je vertrouwt. De monniken vinden je aardig. Misschien kan je vriendschap eens een kans geven. Ik zal het overwegen. Wat wil je weten over de Lombaxen? Wij denken dat de Lombaxen deze tempels gebruikten en misschien zelfs gebouwd hebben. Weet jij waarom ze dat zouden doen? Niet echt. Ik gok dat ze zo alle kennis over de dimensionaten verborgen hielden. Aha. Toch bedankt. De Oerbostempel. De keizer heeft geen respect voor onze tempel. Dat zullen we hem dan leren. Ja.
reageren, meneer Van Glorieux. Ieder van de keizer te mogen uiten. Eerst aan jou, dan aan de monniken. Met die computer. Geen zorgen. Ik ga jullie bevrijden. Dit systeem is nogal oud en ingewikkeld. Het zal even duren om het krachtveld uit te schakelen. Neem gerust je tijd. Ik pak deze gasten wel. Ik zal opschieten. Soldaten, komen er de hoofd in. Oh, dat is mijn schuld. Mijn schuld.
Help me, Ratchet! Genoeg van jou! Gaat alles wel goed? KT-746 en... Dat is niet. 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 Dat is niet.